Volgens zangeres Willeke Alberti is het voor buitenstaanders soms lastig om te begrijpen hoe artiesten leven en hoe ze hun leven hebben geleefd. In een interview met het weekblad Party, ter ere van het 65-jarig artiestenjubileum van collega Ria Valk, benadrukt Willeke dat het allerbelangrijkste is dat artiesten naast hun carrière ook een mooi privéleven hebben. Willeke reflecteert op de uitdagingen van bekend zijn in de huidige tijd, waarin privacy vaak moeilijk te behouden is vanwege de vele media-aandacht. Ze wijst op de recente gebeurtenissen en de invasie van privacy via diverse kanalen. Om als BN'er een privéleven te hebben is, als je kijkt naar wat er de laatste tijd gebeurt, eigenlijk bijna niet meer mogelijk, al dus willeke. Ze betreurt dit en benadrukt dat ze het erg vindt. De zangeres merkt op dat de oude garde, waartoe zij behoort, geluk heeft gehad wat betreft het behoud van privacy. Ze blikt terug op de mooie tijd die zij en haar collega's hebben meegemaakt in de entertainmentindustrie. Wij hebben natuurlijk ook de allermooiste tijd meegemaakt, besluit Willeke Alberti.